meester Bram wil graag een project uitvoeren in zijn klas rondom de Olympische Spelen. En vier van zijn leerlingen mogen alvast achter de computer voor hun allereerste zoekopdracht. Hij zegt tegen hen, zoek wat informatie op over de Olympische Spelen. Een uur later komt meester Bram terug en dan blijkt dat de leerlingen eigenlijk helemaal geen bruikbare informatie hebben gevonden. Ze wisten niet zo goed waar ze moesten beginnen en eigenlijk ook niet waar ze naar zochten. Toen ze eenmaal begonnen met zoeken, bleven ze maar doorklikken van site naar site en ze raakten steeds verder van het onderwerp af. Meester Bram overlegt met zijn collega juf Manon en hij vraagt zich af hoe hij het zoekproces van zijn leerlingen beter kan stroomlijnen. Juf Manon wijst hem op het Big Six model, een stappenplan om informatievaardigheden bij leerlingen te trainen. Stap 1 is het bepalen van de leertaak. Wat is eigenlijk de vraag die je hebt? Pas als je een concrete vraag hebt, kun je op zoek naar het antwoord. En misschien heb je wel meerdere vragen rondom hetzelfde onderwerp. Schrijf ze allemaal op. Een gezamenlijke brainstorm of een woordspin zou daarbij heel goed kunnen helpen. Stap 2 is het toepassen van zoekstrategieën. Waar zou je het antwoord kunnen vinden? Maak eens een lijstje met bronnen, bijvoorbeeld een boek, een tijdschrift, een tv-programma, een website of iemand om te interviewen. Bij elke vraag van stap 1 zou je meerdere bronnen moeten kunnen opschrijven. Stap 3 is het lokaliseren van de informatie. Hoe verzamel je nu de bronnen? De boeken zoek je op in de bibliotheek, de televisieprogramma's bekijk je via Uitzending Gemist, je maakt een afspraak met je expert en websites zoek je op via een zoekmachine. Er zijn trouwens speciale kinderzoekmachines, zoals Davindi en Meester Sipke. Stap 4 is het gebruiken van de informatie. En nu ga je eindelijk echt de boeken lezen, de programma's bekijken, het interview afnemen en opnemen en de websites goed bestuderen. Maak daarbij gebruik van tussenkopjes en de structuur van het menu. Bij alles wat je leest en ziet moet je altijd afvragen wat de betrouwbaarheid daarvan is. Een aantal vragen kunnen je daarbij helpen, zoals wie is eigenlijk de auteur en waarom is dit geschreven of gefilmd en wanneer is deze website voor het laatst geüpdate. Stap 5 is het verwerken van de informatie. Je begon met een aantal vragen en als het goed is heb je daar nu antwoord op. Verwerk die antwoorden tot een website, een werkstuk, een artikel, een presentatie, een poster of een ander eindproduct. Als leerkracht wil je natuurlijk voorkomen dat kinderen knip- en plakwerk inleveren. Het is daarom belangrijk om authentieke en creatieve verwerkingsvormen te formuleren, zodat leerlingen echt moeten synthetiseren. Stap 6 is het evalueren. Denk nog eens terug aan hoe het allemaal is gegaan. Kon je op alle vragen antwoord vinden? Wat ging er goed? En wat zou je een volgende keer toch anders willen doen? De volgende dag stapt meester Bram af op de vier leerlingen en hij vraagt hen, als je denkt aan die Olympische Spelen, waar denk je dan eigenlijk allemaal aan? En welke vragen heb je eigenlijk allemaal nog? Begin er nou eens mee om dat allemaal op te schrijven. Een kwartier later komen de kinderen bij hem met een lijstje met daarop 8 vragen. Ze kunnen nu eindelijk echt aan de slag.